Welkom op deze video. Dag 17. Jullie raden nooit wat Herman vanochtend heeft gegeten. Het was geen boterham met kaas. Ik draai hem even om. Wat was het dan? Nou, volgens mij kun je dat wel raden. Het was een groene smoothie. Het was een hele grote groene smoothie. Ik heb hem, ik denk nog niet eens de helft vanochtend opgekregen voordat ik aan het werk ging. Daarna heb ik hem dus meegenomen naar het werk met nog een aantal mandarijnen. En ja, het klinkt saai, maar ik vind het heerlijk, echt. Ik vind het echt heerlijk. En dus toen heb ik mijn groene smoothie tijdens het werk opgedronken en die mandarijn. En toen dacht ik, dan moet ik eigenlijk ook nog wat de meeste mensen dan een lunch noemen. Maar ik zat eigenlijk zo vol. En zo intensief werk was het niet. Ik deed vandaag gereedschapkeuring. De N3140 noemen ze dat. Hè? Dat is zeg maar alles waar een stekker aan zit, die moet dan keuren. Hè? Dat doe ik er ook bij. Ik ben ook keurmeester voor de elektrische gereedschappen. Ja, dan sta je eigenlijk maar wat stil. Dus veel calorieën verbrand je daar niet. Het was daar niet koud. Dus dan verbrand je ook niet veel calorieën om je zo warm te houden. Dus, ja, dat was eigenlijk simpel. Oh ja, toen heb ik vanmiddag ook nog een kaki-fruit, heb ik ook nog gehad. Oh, en die was zoet, zo zoet. Ik vind hem wel lekker. Terwijl ik vroeger nooit zo'n zoetkouwer was. Ik hield meer van hartige dingen. En dan had ik in één keer zo'n kaki-fruit. Ja, zegt hij mij, die nam ook eens een hapje. En ze zegt, dit is mij veel te zoet. Maar ik vond het wel lekker. Waar ik het vandaag even met jullie over wil hebben. Oh ja, wacht even. Ik vergeet bijna wat. Ik zet de camera even neer. Ik vergeet bijna wat. Het avondeten. Gisteren hebben jullie gezien dat ik rode rijst heb gekookt. Met wokgroente. En ik heb dat niet allemaal opgekregen. Dus dat ga ik straks opwarmen. En doe ik gewoon in de pan. Een beetje kokosolie erin, gewoon weer wokken. Tot het warm is en eet ik dat ook. Nou, waar ik het over wil hebben. Jullie snappen wel, hè, en daar hebben we het wel eens vaker over gehad, dat ik dingen aan het uitzoeken ben. Welk stukje voeding helpt nou tegen welke ziekte? En daar zijn we nou behoorlijk ver mee, dat dat we eigenlijk zijn we erachter gekomen, maar ik denk meerdere van jullie ook wel. Ik heb het even opgeschreven op een papiertje hier. Dat het genezen van ziektes. Als je die ziekte hebt, kun je beter dat eten. Heb je die ziekte, kun je beter dat eten. Heb je die ziekte, kun je beter dat eten. He? Dus ja, het varieert echt enorm. Als je dan kijkt en je leest dan even een stukje verder, dan kom je erachter dat dus een bepaalde stof, hè, meestal zeg maar de micronutriënten en de fytochemicaliën die erin zitten, daar hebben we het in de vorige video over gehad, dat ervoor zorgt dat die ziekte of kwaal vermindert, of soms wel gewoon dat die ziekte of kwaal gewoon helemaal verdwijnt. Echt. Dan komt het er eigenlijk op neer dat we gewoon al die stukjes fruit en groentes, de vruchten zeg maar, waar die stoffen in zitten, als we die nou allemaal gevarieerd eten, dat je dan van die kwaaltjes afkomt. Of dat het in ieder geval de kwaal vermindert. Ooit heb ik eens een keer van iemand gehoord, die had een hartkwaal. En die at dan een rode ui, gewoon zo. Hè? Die at die zoals een appel, at hij die op. En toen zei hij, dat is goed voor het hart. Daarnaast at hij nog wel vlees en zuivelproducten. Dan denk je, ja, maar dan ga je het echt niet meer redden. Deze man heeft het er ook niet meer gered trouwens. Vond ik wel jammer, want ik vond een hele aardige kerel. En, maar die is uiteindelijk wel overleden aan die hartkwaal. Achter stuur in de auto. Verschrikkelijk. Zijn vrouw zat naast.
Dan denk ik, als nou op dat moment die persoon had gezegd, waar die dus in, onder behandeling stond, hè, zeg maar die arts, en die had gezegd, ja, dat is prima, die rode ui, zo eet, maar doe dan ook verder iets met voeding. Maar dat zeggen ze dus niet. Nou, ik was, toen op vrijdag, hè, ik was woensdag, ja, 2 dagen geleden was ik bij de rheumatoloog. En ze was een beetje verbaasd over wat ik nou at. En toen zei ze tegen mij, ik vind het wel interessant. Daar zou ik ook wel wat meer over willen leren. En toen dacht ik, nou, hey, super toch? Dus de volgende afspraak die ik met haar heb, hè, gaan we over meer dingen. We hebben het nou over vitamine D gehad. Waar zij ook al heel veel af wist trouwens wel. Maar er waren toch een aantal dingen die ik haar kon leren. En nou, misschien dat het nog wat wordt. Om de medische wereld, zeg maar, aan te geven. Hè, dat dus met natuurlijke voeding heel veel mogelijk is. Dus nou, waar dit verhaaltje kortom over gaat, is, hè, kort samengevat, niet alleen gezonde dingen eten, met nog veel ongezonde dingen erbij. En dan denken dat je echt gezond wordt als je ziek bent. Dat kun je vergeten. Dus je moet echt, nou, ik denk gewoon 90% gezond eten. En als je dan zegt, nou, die 10% eet ik nog dingetjes, ja, waar je moeilijk vanaf kunt komen. Hè, waar je verslaafd aan bent of ja, waar je echt naar snakt. Nou, dan denk ik dat je al heel goed bezig bent. Maar dat moet niet zo zijn dat je zegt, oké, okay, ik eet dan dat stukje, want het is goed tegen die ziekte. Hè, dat het 10% is. En die andere 90% hamburgers bij McDonald's en patat uit de cafetaria en dat soort dingen. Dat zou ik niet doen. Nou, ik weet niet of dit een zinvolle video was voor jullie. Ik had dit allemaal opgeschreven. Het is gewoon heel, ik kijk het A4'tje gewoon helemaal vol. Toen ik het las, toen dacht ik, nou, ik weet niet of mensen hier op zitten te wachten. Maar nou, laat het me weten. Als je hier niet op zit te wachten, doe ik het niet weer. En voor hetzelfde geld zeg je, nou, dat vind ik wel leuk zo, om zo even mee te maken. Ja, zo'n video. Ik laat het hier even bij. Ik heb gevraagd om meer reacties. En dat meer mensen zouden zeggen, ik doe mee. Nou, en die krijg ik inderdaad. Dus in reacties hieronder, maar ook in de reacties op de mail. Krijg ik nou echt steeds meer mensen die meedoen. Het groeit en het blijft groeien. Ik hoor ook van andere mensen die mij helemaal niet kennen hoor. Dat ze zeggen, oh ja, mijn zus of mijn buurvrouw, die zijn ook bezig met voeding. Ik ga dat en dat doen. En de meesten hebben het dan over, ja zeg maar, meer plantaardig. Niet eens roofvoer hoor, maar meer plantaardig. En als wij dan zeggen, nou wij doen nou de challenge, rood ervoor. Oh, en waar kunnen we dat vinden? Dan zeg ik, nou, YouTube, hè, rauwvoed in Friesland of Herman Jeuzen. Ja, als je dat intypt, dan kom je er zelf op. Hè, en ja, dan kun je meedoen wanneer je wilt. Nou, dan krijg je echt zulke positieve reacties krijg ik daarop. Dat is onvoorstelbaar. Ik denk dat dit nog maar het begin is. Dit is echt, het is net ijsberg. Het is maar zo'n beetje boven en er zit zo'n klomp onder. Het komt er allemaal aan. Echt. Ik denk dat het allemaal gaat gebeuren. Echt. Het komt volgens mij ook omdat de mensen natuurlijk, ja, ongezonde dat we hebben gegeven, kan haast niet. He, dat je bijvoorbeeld, ja, er zijn gewoon mensen bij die gingen elke dag naar de McDonald's. Elke dag. He, dan, ik ken een verkoper bij een garagebedrijf. Nou, die man had al behoorlijk overgewicht trouwens. Maar als ik daar ongeveer tussen de middag kwam, dan was hij er niet. Dan was hij gewoon weg. En dan zei ze, ja, je zit wat eten halen. En dan ging hij naar McDonald's. Elke dag. En dat is, ik denk dat er meer mensen dat hebben gedaan. En daar komen ze nu al van terug. Dan zeggen ze, nou, moeten we toch maar een paar kilootjes af. Dus kijk, en daarom krijg je dit natuurlijk. Hè? Dat mensen zeggen, we gaan gezonder eten. We gaan dat doen. Ik weet niet of ik het al eens gezegd heb, maar in Arnhem was er, geloof ik, was de afgelopen zomer een rawfood restaurant geopend in Arnhem, de eerste. En die eigenaresse daarvan die zei,
En daar komen we veel meer achteraan. Kijk, in Westland, zeg maar Amsterdam, Rotterdam, was het al wat. Utrecht misschien ook wel, dat weet ik zo niet. Maar Amsterdam sowieso wel. En nou Arnhem. Nou ja, voor het weet is het in Heerenveen. Ik ga denk ik niet veel lang duren. Nou, ik heb nog geen fruit uitgezocht. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. Laatste was geraden, de durian. Domkop, die haalt zijn duim eraf. Gea had erbij gezet, hè, in het plaatje durian. En toen hield ik mijn duim erop. Alleen toen, voordat ik de camera weghaalde, haalde ik mijn duim erop. Dus, nou ja, dat hebben we al gezien, denk ik. Dus we gaan nog even op zoek. Ik heb wel bananen laten zien, maar dat kennen jullie allemaal. Dus dat wordt hem toch niet. Nou, ik hoop dat het met jullie heel goed gaat. Op dit moment. Ja, als je vragen hebt, stel ze even onder deze video. Dan hoop ik dat ik ze kan beantwoorden. Ik heb ook een paar vragen gesteld over groene sapjes en zo. Kreeg ik ook leuke reacties en tips waar ik wat mee kan. Ja, dat ga ik allemaal proberen. Een paar dingen heb ik al geprobeerd. En ik zou zeggen, voor straks smakelijk eten. Ik ga mijn prakkie opwarmen. De rode rijst met gehakte groenten. En dan zou ik zeggen, eet smakelijk. En tot morgen. Bedankt voor het kijken.